Liefde gemeente, deze tweede Pinksterdag wil ik u meenemen naar het Oude Testament en wel naar de profetie van Jesaja, hoofdstuk 44, daarvan het derde vers, waar we Gods woord lezen. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekst toekomstverwachting voor jongeren. Zou dus eigenlijk best ook een jongerendienst kunnen zijn. Ook voor ouderen, maar hier worden in het bijzonder de jongeren genoemd. Het gaat hier over de nakomelingen, over het zaad. En waarom? Waarom is het toekomstverwachting? Wel, heel eenvoudig. Maar misschien ook wel verrassend dat God het belooft. Dat is het eerste, omdat God het belooft. En in de tweede plaats, omdat de geest werkt. Dus omdat God het belooft en omdat de geest werkt. Bij die twee aandachtspunten willen we stilstaan. Gemeente, als het kerstfeest is en wij mogen samenkomen op het kerstfeest, dan hebben we adventsweken gehad. Dan is er vaak op zondag gepreekt of een preek gelezen over een stof uit het Oude Testament waarin de Heer Jezus wordt aangekondigd. Zijn komst. Hij komt. Eigenlijk doen we dat niet met Pinksteren, met de Heilige Geest die wordt uitgestort. Maar het zou best kunnen. Ik zou u zo een heel aantal van die stoffen kunnen noemen. Van die, mag ik zo zeggen, adventstoffen ten aanzien van de komst, van de uitstorting van de Heilige Geest. Namelijk profetieën. Denkt u maar aan Joël, de profetie die Petrus heeft aangehaald op de Pinksterdag. Als er wordt gespot met wat er gebeurt, met het spreken in de verschillende talen. Dan zeggen sommige mensen, ze zijn zeker dronken. Maar dan zegt Petrus, oh nee, we zijn helemaal niet dronken. Dat kan toch niet, het is 9 uur 's morgens. Laat ik het zo zeggen, het hek is net open. We zouden tegengehouden zijn door de tempelpolitie. Natuurlijk zijn we niet dronken. Nee, zegt hij, maar dit is wat Joël heeft geprofeteerd. En dan komt die zo bekende geschiedenis. Het is opvallend dat Joël 2, dat door Petrus wordt aangehaald, eerst wijst op de komende Jezus, op de Messias. En gij kinderen van Sion, zo houdt Joël ons voor, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid. Dan gaat het over de Heere Jezus Christus. Is hij thuis nog maar eens na? Hoofdstuk 2. En als die de Heer Jezus heeft beschreven, heeft aangekondigd, dan wendt hij zich tot de komst van de Heilige Geest. En dat is het gedeelte dat Petrus aanhaalt. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, op alle mensen, verschillende mensen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En u weet wel hoe het verder gaat. Joël, ja. Maar ook Ezechiël, gemeente, Ezechiël heeft gesproken van de komende geest. Dan zal ik water, rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het steenhart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleeshart geven, een zacht hart, een ontvankelijk hart, een hart met liefde. En dan komt het, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ja, u weet wel dat Ezechiël nog een andere profetie heeft gedaan, een visioen heeft gezien, waarin hij een dal zag vol met dorre doodsbeenderen, skeletten. En dat hij daartegen moest gaan profeteren. En toen kwamen die skeletten in beweging. Daar kwam vlees om de botten. Ze kwamen tot leven. Het ziet op de levendmaking door de Heilige Geest. Het ziet op dat wonen van de Geest in het hart. En Zacharia, ook weer een profeet,
die heeft gewezen op de komst van de geest der genade en de geest der gebeden. En zo ook Jesaja. Weet je, Jesaja heeft het in het 44ste hoofdstuk in het bijzonder over een dorstig land. Een land dat braak ligt. Een land dat helemaal vergaat door de droogte. U kunt zich daar wel wat bij voorstellen. Als je de foto's ziet van Afrikaanse landen, dan zie je soms van die kloven, soms zulke kloven in de grond vanwege de droogte. Of zoals je het nu ziet of ervan hoort in Zuid-Spanje, dat er al maanden niet heeft geregend en dat de grond helemaal uitgedroogd is. Dat beeld, dat heeft Jesaja voor zich. En dan zegt hij, kijk eens, zoals God in de natuur regen geeft en soms veel regen geeft. En die dorstige aarde dat water op zich, in zich neemt, inzuigt. Zo zal God het ook op een geestelijke wijze doen. Eerst ten aanzien van de mensen die in Babel verkeerden. Hè, want Jesaja richt zich in het bijzonder op de ballingen, op de Joden die naar Babel waren gebracht en na 70 jaar weer naar huis mochten gaan. Maar hij richt zich niet alleen op hen, hij richt zich ook op de mensen daarna. Op de mensen rond Pinksteren die daar toen waren. Hij richt ons ook op ons. En gemeente, het eerste wat heel duidelijk wordt gezegd hier door de profeet is dat het niet bij ons vandaan komt. Want u moet deze tekst in context lezen. Moeten we natuurlijk altijd, maar zeker ook dit vers. U moet niet denken dat de Heere deze belofte doet omdat de mensen zulke goede mensen waren, omdat de mensen dat verdienden, omdat de Israëlieten dat destijds verdienden. Nee. Nee, dan moet u hoofdstuk 43 er maar eens bij pakken. Als u dat slot leest van hoofdstuk 43, dan valt het u op, gemeente, vanaf het laatste gedeelte, vanaf vers 22, daar leest u het, dat de Heer helemaal geen vreugde kon beleven aan het volk. Ik zal een paar stukjes citeren. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. En even verder, gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde en gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Het is één grote aanklacht, dat slot van hoofdstuk 43. De Heer wijst erop, ik heb u rechtmatig gestraft. Ik ben tegen u, ik ben vertoord over uw zonde. Waarom? Ja, het volk had naast de heren de afgoden gediend, de afgoden van de omringende volkeren. Ze hadden gediend goden die, ja, de naam goden kregen, die afgebeeld werden met stenen, houten, metalen. Daar bogen ze ook hun knieën voor, naast de heren. Ze gingen, ja, zeker ook wel naar de tempel. Maar de heren zegt, zo kan het niet, je kunt mij niet dienen naast de afgoden. Ik wil dat je met je hele hart mij dient. Straf verdient, ja. En toch, zegt de Heer, ik herinner u aan hoe ik vroeger was voor u. Ik ben namelijk niet veranderd. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. Ik laat u niet los, zegt de Heer. Nee. In Jeremia 31 lees ik van een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gods liefde verandert niet voor dit volk. Zo zegt de Heer, tweede vers. Uw maker en uw formeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeschuren, die ik uitverkoren heb. Dus niet alleen wat het verleden betreft, maar ook wat het heden betreft. De Heer zegt, ik zal u weer nieuwe weldaden geven. Het zal weer nieuw worden tussen u en mij. Het oude wordt vernieuwd, want ik zal water gieten. Ik zal het doen. Weet u, hoe vaak lees u dat niet in de profetie van Jesaja? Ik zal, zegt de Heer dan. Soms wel in één vers, wel 6 keer. Ik zal.
Wat leert ons dat? Nou, wat leert ons dat? Meent u dat genade van boven komt? Dat verlossing van uit de hemel komt? Dat God het initiatief neemt? Altijd weer? Hij was het toch die de eerste mensen maakte, bouwde, tot leven bracht. Zijn liefde betoonde, zodat die mens hem ging liefhebben. Maar ook na de zonde die gedaan werd in het paradijs tegen hem, was hij toch de eerste die weer kwam. Hij wandelde Adam en Eva na, horen hem roepen in de hof, waar zijt gij? En dan zegt de Heer, ik zal een weg maken terug tot mij. En dan zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben die weg, de poort. Ik ben de waarheid en het leven. Gemeente, zo kwam de verlosser, de zaligmaker, uit de handen, ja, uit de schoot van God de Vader. En hij werd gegeven, hij daalde neer op deze aarde. Als brood, als levend brood, zegt Christus, ben ik neergedaald. Maar dat geldt ook van de Heilige Geest. De Heer zegt, ik zal mijn geest geven. Ik zal. Dat doe ik niet om uwentwil, omdat u het ernaar gemaakt hebt. Omdat u daar rechten op hebt. Maar ik doe het louter vanwege mijn welbare, zegt de Heer. Dat komt op, gemeente, uit het hart van God. Dat is het welbehagen, het hart van God. Zo heeft hij de hemel weer geopend en daalde de Heilige Geest neer. Zo werd hij op aarde, mag ik zo zeggen, de plaatsvervanger van de Heer Jezus Christus. Want vergeet het niet, gemeente, die mensen op Pinksteren, die 3000 mensen, die hadden echt geen beter leven dan de mensen in de tijd van Jesaja, hoor. Ze leefden misschien uiterlijk wel net, hè? Absoluut. Zeker, ze gingen naar de tempel, ze dienden de afgoden van steen en hout niet meer. Maar de afgod en een hart, die dienden ze wel. Afgod eigen gerechtigheid. Ze meenden dat ze toch nog wel goed genoeg waren om zelf de zaligheid te verdienen. En dat werd dan ook voorgehouden door de predikers van die tijd, door de schriftgeleerden, door de fariseeën. Daarom zegt Jezus, wees waakzaam. Beschermt u tegen het zuurdeesem van deze mensen. Daarom, gemeente, God belooft. Ik zal, ook nu in 2023, ik zal mijn geest doen neerdalen in de harten van jongeren. Juist van jongeren, van jonge mensen. Het wordt hier gezegd, op uw zaad, op uw nakomelingen. Heerlijk, hè? Dat gebeurde ook al met Pinksteren. Heel veel jongeren waren daar. Daarom zegt Petrus, kijk maar, het staat in Joël. Ik denk alleen al aan de 4 dochters van Filippus. Het 4 jonge dochters in de leeftijd van waarschijnlijk zo'n 13 tot 16 jaar. En die gingen alle 4 profeteren. Die gingen goed spreken van God. Heerlijk voorbeeld van de vervulling van deze profetie. Dus omdat God het belooft. En dan in de tweede plaats omdat de geest werkt. En toen kwam het toch dat mensen daar in Babel naar de Here gingen vragen. En hun zonde beleden, zoals je dat kunt lezen in bijvoorbeeld Jeremia 31. Een berouw is echt. En ze zeggen, het komt niet door onze vader, het komt door mijzelf. Hoe komt het dat die mensen, die 3000 mensen op één dag geraakt worden in hun hart? Er staat, hun hart werd doorpriemd en ze zijn verslagen. En ze vragen aan Petrus en de discipelen, de anderen, wat moeten we doen? Is er nog een mogelijkheid om zalig te worden, om terug te keren tot God? Hoe komt dat toch? Nee, dan moet u niet denken dat is vanzelfsprekend, want dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Want waarom waren die mensen naar Babel gevoerd? Omdat ze juist dat niet deden. En waarom was de Heer Jezus gekruisigd? Omdat er zoveel hebben geroepen, kruist hem. En later lezen we bij Stefanus dat de mensen stenen nemen om Stefanus te stenigen. Hadden ze niet toch ook kunnen doen? Ze hadden kunnen zeggen, Petrus, hou je mond. Hoe durf je te zeggen dat we moordenaars zijn?
We zijn het volk van Abraham. We zijn het volk van God. En ze hadden hem kunnen stenigen. Ze waren met zoveel. Maar dat gebeurt niet. Precies het tegenovergestelde gebeurt hier. Hoe komt het? Het antwoord is gemeend omdat de geest werkt. Dat is het antwoord. Omdat de Heere water gaat gieten op de dorstige harten. Op die dorstige mensen. En hij maakt ze ook dorstig, verlangend. En omdat hij stromen op het droge brengt. Dorst, gemeente. Ja, dat is een beeld wat vaak in de Bijbel voorkomt. Wat is dorst eigenlijk? Ik denk dat iedereen dat wel weet. Alleen ja, hoe omschrijf je het? Hè? Een verlangen naar te drinken te krijgen. Gebeurt iets, het wordt droog in je mond. En dan komt een steeds sterker verlangen naar vocht. Omdat je lichaam daarnaar vraagt. Het is een signaal van je lichaam. Het lichaam zegt, denk erom, je moet drinken, anders ga je sterven. Als je niet drinkt, droog je uit. Dat heeft God in ons lichaam gegeven. Signalen. Heel bijzonder, hè? En dat beeld wordt nou gebruikt. De Heer zegt, ik zal zorgen dat je dorstig wordt. En daar gebruikte de Heer de preek van Petrus voor. En daar gebruikte hij zijn geest voor. De Heilige Geest werkt dat. Meent u, de Heilige Geest wordt in dat verband ook zelf vergeleken met het water. Hij wordt ook vergeleken met de dauw. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij wordt vergeleken met de regen. En we horen het Heer Jezus zelf ook zeggen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Stromen van levend water zullen, als hij in mij gelooft, uit hem voortkomen, voortvloeien. En dan zie je dat de Heer Jezus terugverwijst naar het Oude Testament. Want Johannes zegt, hij zei dit over de Heilige Geest, die nog niet was uitgestort, maar wel was aangekondigd door de profeten. En daarom zegt Jezus gelijk in de schriften in het Oude Testament staat. Water. Zullen we eens een paar eigenschappen van water noemen? Weet je, water. Ja, ik zei het eigenlijk net al. Het is onmisbaar. U kunt nog wel een tijdje zonder een warme jas of een huis. En een aantal dagen, meerdere dagen zonder eten. Maar water? Nou, zeker als het warm en droog is. Dan roept je lichaam heel snel om vocht. Je zult sterven. Als je geen water krijgt. Zonder water komt de dood. Onmisbaar. Gemeente, zonder de Heilige Geest gaat u sterven en dat voor eeuwig. Ja, iemand zegt maar, de Heer Jezus is toch gekomen. De Heer Jezus is gestorven voor de zonde. En dan kun je toch niet zeggen dat je zonder de Heilige Geest eeuwig de dood in zal gaan. Ja, maar gemeente, als alleen de Heer Jezus het offer heeft gebracht en inderdaad volkomen betaling heeft aangebracht en is opgestaan uit de doden, maar de Heilige Geest zou er niet zijn of zou niets doen, gemeente, dan gaat er niet één mens de hemel in. Want niet één mens zal tot het geloof in hem komen. Zijn weldaden zullen nooit aan ons worden toegepast. In ons hart worden gebracht, in ons leven worden gebracht. Als de Heilige Geest er niet is. Dan blijft gemeente, mag ik het zo zeggen, met Calvijn. Dan blijft de Heer Jezus buiten ons. Dan blijft hij voor ons misschien een interessant persoon, een navolgenswaardig persoon. Maar ik leer nooit te eten en te drinken van hem. Ik zal nooit kunnen zeggen, de Heer Jezus en ik zijn één plant geworden. Ik zal nooit kunnen zeggen, ik ben zijn bruid en hij is mijn bruidegom. En we zijn verbonden door die innige liefde. Ik zal nooit kunnen zeggen dat ik getroost word door zijn dierbaar bloed. En ik zal nooit Paulus kunnen naspreken dat Jezus in mij woont, in mij leeft, dan wanneer de Heilige Geest
dat toepast. Dat is het, gemeente. En dat deed de Heilige Geest al voor de uitstorting. Zeker bij de discipelen bijvoorbeeld en bij Martha en Maria. We waren er 120 bij elkaar. Maar het was, mag ik het zo zeggen, nog druppelsgewijs. Maar nu komt hij met Pinksteren als een grote waterval. Nou, misschien hebben jullie wel eens een plaatje gezien, jongens en meisjes van de Nicaragua watervallen. In Canada, dan zie je een enorm grote waterval, hè. Nou, zo is de Heilige Geest gekomen. Het zijn geen druppeltjes meer, maar het is een grote stroom. Zodat er 3000 tegelijk op één dag in de Heer Jezus Christus gaan geloven. Onmisbaar dus. Dat is het eerste. Dan het tweede, gemeente. Het water leidt tot verfrissing, tot vernieuwing, tot verkwikking. Oh, dat kennen we allemaal. Dat je soms een flinke wandeling hebt gemaakt of op de fiets hebt gezeten. En dan kom je thuis en dan denk je, ah, geef me eens een lekker glas water of ander drinken. Maar water, oh, wat heerlijk. En je zet dat glas aan je mond en je drinkt het in één keer leeg. Of misschien wel een hele fles. En je zegt, oh, ik voel me gewoon een ander mens, zeg. Nadat ik dat water gedronken heb, ik kan er weer tegenaan. Want je voelde wel, je wordt zwakker als je geen drinken op hebt en je lichaam vraagt erna. En gemeente, dat is ook het beeld van de Heilige Geest. Hij vernieuwt. Hij brengt tot nieuw leven, maar hij vernieuwt ook heel je leven. Hij geeft verfrissing in je leven. En hij geeft verkwikking. Dat doet de Heilige Geest. Jezus zegt, stromen van water zullen uit je voortkomen. Het zal ook zichtbaar worden voor anderen dat die Heilige Geest je zo heeft mogen aanraken. Ja, meer dan dat, dat hij in je woont. En dan, ja, dat geeft ook vruchtbaarheid. Hè? Dan ga ik vruchten dragen voor God. Gemeente, water is ook reinigend. Als ik vieze handen heb, dan ga ik naar de kraan en ik was mijn handen. Of ik ga onder de douche. Nou, kinderen, dat kennen we allemaal wel, hè? Water nodig om je te reinigen. De Heilige Geest, die geeft ook reiniging. De Heilige Geest, die geeft niet alleen de troost van de vergeving van zonde, maar die geeft ook dat we niet meer vies willen worden. Dat we rein willen blijven. En als we toch weer struikelen, dan laat hij ons steeds weer gaan. De ware christen laat hij gaan naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Ook maar aan de voetwassing van Petrus en de andere discipelen. En de Heer Jezus zegt, je hebt nodig dat je door mij gewassen bent, maar ook iedere dag is weer nodig dat je gereinigd wordt. Daar zorgt die Heilige Geest voor. Watergemeente is ook vermurvend. Water maakt zacht. U had het net gehoord, hè, in de profetie van Ezechiël, dat harde harten, die worden zacht, die worden vleesharten. Mooi beeld, hè? Een steenhart, zegt de Heer, daar maak ik een vleeshart van, door de Heilige Geest. Nou, dat is in het gewone leven ook zo. Als u een stukje grond hebt en de zon heeft er een aantal dagen op geschenen en je zou met je spa willen gaan spitten, dan zeg je, hé, wat is die grond hard? Ik krijg nauwelijks een gat erin. Wat een harde grond is dat geworden. Nou, dan moet je de sproeier maar eens een poosje aanzetten. Dan wordt die grond weer zacht. Nou, doet Heilige Geest het. Hij maakt dat harde hart zacht ook weer opnieuw. En dat betekent dat je ook ontvankelijk wordt. Ontvankelijk voor Gods boodschap. Ontvankelijk voor zijn oordelen. Jazeker. Dat ik zeg, Heere, als u mij bedreigt met uw oordelen vanwege mijn zonde, dan buig ik mijn hoofd. Dan buk ik daarvoor. En dan zeg ik, Heere, u bent recht in uw handelen, ook in uw vonnis. Maar tegelijkertijd, en dat geeft de Heere ook, dat geeft die Heilige Geest, word ik verlangend om te mogen drinken van het levende water. Om van de Heer Jezus Christus te mogen horen dat hij ook voor mij naar deze aarde kwam en mijn zonde wilde vergeven. Dat doet de Heilige Geest. Die maakt dat hart ontvankelijk voor die beide zaken. En om vervolgens ook heilig voor hem te willen leven. Hij maakt me gewillig. Ik las nog iets, dat vond ik wel een mooie. Dat had ik eigenlijk zelf nog niet eerder zo gezien. In een van de commentaren van de oudvaders, daar las ik, het is ook verbindend.
water verbindt. Het is als lijm. Dat is waar, gemeente. Je hebt soms erin, dan kun je een zakje met bepaalde stof kopen voor lijm. En dan moet je het aanmaken met water. Denk maar aan een behangplaksel. Dan pak je een behangplaksel. Nou, dat is gewoon droge stof. Die gooi je in een emmer en dan water erbij en dan heb je lijm. Ja, en dan? Vertel eens, wat dan? Nou, wat doet de Heilige Geest? Zegt die oudvader. Hij lijmt Christus aan de zondaar. En de zondaar aan Christus. En die lijm is zo sterk, die laat nooit meer los. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt hij. Waar hij begint, daar eindigt hij niet. Mooi, hè? Lijm. En dan, gemeente, ja, nog één aspect van water. Waar zou u nog aan denken? Gemeente, als u in een restaurant komt en u bestelt water, dan moet u er meestal voor betalen. Maar als u gewoon in de natuur bent en u komt bij een beekje en het is gezond water, u kunt ervan drinken. Dan zal niemand zeggen, denk erom afblijven, dat water is van meneer X of meneer Y. Dan mag je gewoon dat water pakken en je mag ervan drinken. Er zijn best wel veel plaatsen waar je trouwens gratis water kunt krijgen. Ik was pas met mijn gezin in Jeruzalem bij de Klaagmuur en het viel me op dat daar op meerdere plaatsen gratis water te verkrijgen is. Allemaal kraantjes, mag je zo je flesje vullen. Eigenlijk een heel mooi beeld, hè? Want ja, daar vlakbij, je kan het gewoon zien daar vandaan, als je bij die kraantje staat. Daar vlakbij riep Jezus het, hè? Op het tempelplein, op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Terwijl de priesters druk bezig waren geweest met water uit de bron Siloam te halen, weet je nog, van vorig jaar. En toen 7 rondjes om het altaar hadden gelopen. En toen goot de hoge priester die laatste kruik, die bijzondere kruik, die gouden kruik vol met water over het altaar. En dan begon het volk te zingen, wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des hels. En dan was het feest voorbij. Maar toen begon Jezus plotseling te roepen, ik ben het. Hij paste toe op zichzelf. Dan horen we hem daar roepen, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Gelijk de schrift zegt, gelijk Joël zegt, gelijk Jesaja zegt. Die in mij gelooft, dat is het geloof. Dus drinken is geloven. Die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik voortvloeien. Weet je, dat water, dat vertakt. Dat is eigenlijk wat hier de Heere zegt. En dat is heel eenvoudig, als ik hier een glas neem en hier staat er een, het is wel fijn dat er eentje is, er staan er zelfs 2, maar als ik hem onder de kraan zet, jongens en meisjes, en ik zet de kraan open, wat gebeurt er dan? Nou, als dat glas rechtop staat, dan gaat het water alle kanten op. Dan overstroomt dat glas aan alle kanten. Overal komt dat water terecht. Rechtop staat, zegt Corrie ten Boom. Denk erom, zegt ze, niet schuin. Daar gaat het één kant op. Dat bedoelt de Heer. Hij zegt, als je vol bent van de Heilige Geest, van het water, dan gaat dat vanzelf uit je stromen. Dan ga je overlopen. En dan word je vruchtbaar voor anderen. Dan word je zelf zo'n bron. Zoals de Heer Jezus een bron is van levend water, zo worden al zijn kinderen, al Gods kinderen, zelf ook een bron. Ze worden een takje van die stroom, die grote stroom van water die de Heere zelf geeft. Ze mogen daarmee ook vruchtbaar worden. Zoals die kleine takjes water, die beekjes en die slootjes zorgen voor vruchtbaarheid. Daar gaat van alles groeien, zelfs in de woestijn. Hè? De woestijn zal bloeien als een roos door heel die delta. Door al die vertakkingen ontstaat er een vruchtbaar gebied. Kijk, zegt de Heer, dat is nou wat al mijn kinderen moeten gaan doen. Van u zal mijn lof zijn en een grote gemeente. Ik zal de Heer dienen, zegt iemand. Ik zal mijn naaste proberen te winnen voor de zaak van Christus. Ik zal liefde willen geven met woorden en daden aan de mensen om mij heen. Meent u, dan worden we dominee in onze eigen kring. Vroeger zeiden ze wel eens, dan wil iedereen dominee worden als je de Heer Jezus mag kennen. Dat is toch zo? Maar dan word je ook een dominee, waar je ook bent geplaatst.
En dan kun je toch niet meer voor je houden. Dan zeg je, jongen, jij moet toch ook straks de eeuwigheid in. En daar is er toch een middel tegen de dood. Dat wil ik je toch vertellen. En dan kom ik gelijk eigenlijk bij het beeld dat Jesaja geeft, gemeente. Hij zegt, ze zullen zijn als wilgen aan de waterbeken. Hij zegt, zo zullen die christenen zijn, als wilgen. Nou, we weten allemaal wat een wilg doet. En de wilg die hier bedoeld wordt, gemeente, is een familie, is familie van onze wilgen. Is ook een snel groeiende boom. Onze wilgen groeien heel snel. Als wij een wilgentak in de grond zetten, nou, in no time komen de worteltjes aan. En als je 2 jaar later komt kijken, of zelfs al 1 jaar later, dan staat er gewoon een complete wilg al. Ja, nog niet zo'n hele grote natuurlijk, maar toch al een wilgenboompje. Zo snel gaat dat. Vanwege die vruchtbaarheid, vanwege het water dat er is. Als wilgen aan de waterbeken. 2 dingen daar nog over, gemeente, en dan gaan we eindigen. Die vruchtbaarheid, die wilgen die zijn bruikbaar. Dat zijn mensen, ja, die worden ergens voor geschikt gemaakt. God wil ons geschikt maken voor zijn dienst, voor zijn koninkrijk. Wilgen, takken zijn bruikbaar. Daar werden vroeger veel manden van gemaakt. En soms afrasteringen en matten en noem maar op. Wilgen zijn bruikbaar. De Heer zegt, dan word je nuttig voor mij. Net als Marcus. Dat was in Paulus, hij is mij zeer tot nut. Maar hoe kunnen we tot nut zijn? En hoe kunnen we zo gemeente ook toenemen, opwassen, groeien, zoals dat hier gezegd wordt? Ja, hoe kan dat? Welk beeld geeft dan Jesaja? Waterbeken. Hij zei, dan moet je aan de waterbeken staan. En wat zijn de waterbeken? Nou, gemeente, leest u de evangelische Jesaja van Hellenbroek er maar eens op na. Hellenbroek zegt, die waterbeken, dat zijn Gods inzettingen. De waterbeken, die zijn uitwendig en inwendig. Uitwendig in de zin van het woord dat de Heer geeft. Het luisteren naar de preken. De sacramenten. Het gebedsleven, de huisgodsdienst, dat zijn allemaal waterbeken. He, dat we zo bezig mogen zijn met de Heer, met wat Hij ons geeft, om zo te kunnen groeien. Hij zegt, en er is ook een innerlijke waterbeek, en dat is dat innerlijke werk van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest in je binnenste. Wilt u dus als die wilgen zijn? Wilt u zijn als zo'n stroompje, zo'n vertakking? Wat moet ik dan doen? Dicht bij de Heer Jezus zijn. Amen.